vandaag test ik of de HVA-studenten een beetje goed zijn in taal, kennis en... Waarom zeg ik kennis? Taal, grammatica en spelling. Even een kleine disclaimer vooraf. Er waren echt vet veel mensen die niet op camera wilden omdat ze dachten dat het zo slecht bij hun was. Maar goed, de mensen die het wel hebben gedaan, we gaan er even naar kijken. Ik wil graag weten, hoe goed denken jullie dat jullie in de Nederlandse taal zijn? Gemiddeld. Ik denk wel oké. Okay. Ik ga heel snel op gevoel af en van wat ik denk dat juist is. En daardoor leer ik ook niet echt mezelf aan om het juist beter te gaan doen. Dus die deze en deze, dat zit er totaal niet in. Het kofschip, ik weet dat het bestaat, maar ik weet echt niet wat je ermee moet doen eigenlijk. Dus... Ik hoop heel goed. Ik doe een taalkundige studie, dus weet je wel. Dus dan moet je wel een beetje... Goed zijn in taal. Alleen spelling is altijd wel taai, want het zijn een beetje rare regels af en toe. Als je bijvoorbeeld een verslag maakt, waar let je dan extra op? Op de goede zinsopbouw. Of het alles goed gespeld is, of er geen stijlfouten in zitten. D's en T's en gewoon spelling ook, vooral. Ik heb nu recentelijk geleerd eigenlijk dat het dus niet de bedoeling is om en te zeggen na een komma. Dus daar let ik nu heel goed op. Ja, of de spellingscontrole aanstaat. Als ik zeg ik ben verbaasd, is dat dan met een D of met een T? Dat is met een D. Met een D. Dus met een D. D. Met een D. Is het beter dan hij of beter als hij? Ja, dit is dus echt gewoon een soort mystery voor mij. Beter als hij? Ja. Beter dan hij. Beter dan. ik zou gaan in eerste instantie voor... Oké. Beter als. Beter dan. Ik geef hun een biertje of ik geef hen een biertje? Ik geef hun een biertje. Ik geef hen een biertje. Niet? Hun. Ik zag beide meiden met een glaasje wijn. Is dat dan beide met een N of beide zonder N? Zonder N. Beide meiden. Dat is met een N volgens mij. Zonder N. Ik denk zonder. 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 Een aantal katten zitten op een bank. Of is het een aantal katten zit op een bank? Zit. Een aantal katten zit op een bank. Een aantal katten zit op de bank. Zitten. Nee? Oh. Zitten. Zit. Ik heb een 5,5 gehaald voor een herkansing. Dit of dat viel me best mee. Dit. Dat. Dat. Nou, ik denk dat als je dit zegt, dat je het dan over de herkansing zelf hebt. Dat ligt eraan wat je precies bedoelt dan, toch? Dus bedoel je van dit valt best wel mee, van de herkansing valt best wel mee, of het cijfer valt best wel mee? Of maakt dat niet uit? Is het dit of is het dat? Ik denk dat. Ik kan beide, denk ik. Of moet ik echt kiezen? Dan dat. Ja. Dit viel reuze mee. Waar verwijst het naar? Ik heb een 5,5 gehaald. Dat viel reuze mee. Dan viel het halen van de 5,5 reuze mee. Dus het halen van het cijfer viel mee. De herkansing? Ja. Naar de herkansing, volgens mij. Ja, heel goed. Ik denk dat het dan gaat om het cijfer. Naar je herkansing verwijst het. Nou, dat was hem dan. Het viel me mee. Het was redelijk gemiddeld. Er waren wel een aantal foutjes gemaakt, maar goed. Ik hoop dat jullie deze... Oh mijn god, de zon. Wow. Ik heb twee gezichten. Ik hoop dat jullie dit ook een keertje leuk vonden. Ik die mensen interview in plaats van ik die voor mijn camera zit. Misschien heb je wel dyslexie of een andere functiebeperking. Als je daar nou meer over wil weten, kan je hier klikken. Daar kan je klikken om te abonneren. En dan hoop ik jullie volgende week weer. Nee, ik zeg iedere keer volgende week. Maar ik denk niet dat ik volgende... Ik weet het niet, jongens. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Anyway, ik zie jullie volgende keer weer. En dan, ja. Leuk. Hey.